Grote sterren produceren in hun levensloop veel verschillende elementen. Aan het begin van hun reis door het heelal wordt in de ster helium gevormd, terwijl de ster uitzet om een rode superreus te worden. Zodra de brandstof in de kern is opgeraakt, krimpt de ster, zodat er een hogere temperatuur en druk in de ster ontstaan. Hierdoor kunnen door nucleaire fusie zwaardere elementen als koolstof, neon, zuurstof en silicium ontstaan. Tegen het einde van het leven van de ster produceert hij ijzer, het zwaarste element dat de ster kan produceren. Zwaardere elementen zouden namelijk energie kosten. Naarmate de ster krimpt en de ijzerkern groter wordt, wordt het moeilijker voor de ster om zichzelf te beschermen tegen zijn eigen zwaartekracht. Zodra de ijzerkern een massa van 1,4 zonmassa's bereikt, de zogenaamde Chandrasekhar-limiet, kunnen ontaarde elektronen in de kern niet meer genoeg kracht bieden tegen de zwaartekracht. De ster implodeert met een snelheid die maar 4 keer zo klein is als die van het licht. De dichtheid van de ster in de implosie is bijna gelijk aan die van een atoomkern. Dichter dan dit wordt de kern niet. En deze plotselinge verharding van de kern zorgt ervoor dat de resterende massa tegen de kern opbotst en terugkaatst om een schokgolf te vormen. In een proces dat de wetenschap nog niet geheel begrijpt, ontvangen de buitenste lagen van de ster grote hoeveelheden energie van de schokgolf, waarmee ze een hoop licht uitzenden en voor het visuele deel van de explosie zorgen, dat voor zulke mooie afbeeldingen zorgt. Daarnaast zorgen de enorme krachten en energieën die bij een supernova horen voor de fusie van vele elementen, sommige zwaarder dan ijzer. Er wordt niet voor niets gezegd dat we allemaal gemaakt zijn uit sterrenstof, want de belangrijkste elementen voor het leven op aarde worden allemaal gemaakt in sterren en supernova. Zo ook die voor nucleïnezuren, de bron van ons leven. Nucleïnezuren zijn complexe macromoleculen die de bouwstenen van het leven vormen. Al het leven dat wij kennen is eruit opgebouwd. Nucleïnezuren zijn in 1869 ontdekt door Friedrich Miescher. Ze zijn ontdekt in de cel, en om precies te zijn in de celkern. In het Engels heet de celkern de nucleus. Dit verklaart dan ook de naam nucleïnezuren. Nucleïnezuren bestaan uit een groot aantal aan elkaar geschakelde componenten, genaamd nucleotiden. Deze bestaan uit een fosfaatgroep, een suikergroep en een nucleïnebase. Er bestaan 4 verschillende nucleïnebasen en 2 verschillende paren. Het eerste paar zijn adenine en thymine. Deze kunnen samen 2 waterstofkernen maken. Het tweede paar is cytosine en guanine, die samen 3 waterstofkernen kunnen maken. Er zijn 2 verschillende soorten nucleïnezuren. Eén daarvan is DNA en de ander is RNA. Het verschil tussen de twee zit hem in de suikergroep. Om preciezer te zijn aan het tweede koolstofatoom. Bij DNA is deze deoxyribose en bij RNA is deze gewoon ribose. Ook is er een verschil tussen DNA en RNA als het gaat om de nucleïnebase. Waar er bij DNA thymine zit, zit er bij RNA uracil. RNA speelt een grote rol bij het overbrengen van de informatie van het DNA naar ribosomen, waar eiwitten gemaakt worden. DNA bevat het erfelijke materiaal van een organisme en komt tot uiting bij de eigenschappen van dat organisme. Hierbij bepaalt de volgorde van de basisparen wat de informatie is. Hierin staat dus alles over hoe een organisme opgebouwd is en dus ook hoe zijn anatomie in elkaar zit. We behandelen kort 3 belangrijke organen van de mens. Namelijk de longen, het hart en de hersenen. De lucht die we inademen komt via de mond of de neus in de luchtpijp terecht. Deze vertakt zich naar de 2 longen. Deze vertakken zich weer in kleine vele buisjes, de bronchiën. Die eindigen weer in longblaasjes. Deze longblaasjes geven de ingeademde zuurstof af aan het bloed. En de meest belangrijke functie van je hart is dus bloed door ons lichaam pompen. Het is een spier ongeveer even groot als een gebalde vuist die bestaat uit 4 kamers. Je hebt eerst de linkerboezem. Hier stroomt zuurstofrijk bloed uit de longen naar binnen. Dan heb je de rechterboezem. Hier stroomt zuurstofarm bloed uit het lichaam naar binnen. Dan heb je de linkerkamer. Die pompt het zuurstofrijke bloed het hele lichaam rond. Dan heb je de rechterkamer. Die pompt het zuurstofarme bloed terug naar de longen. De hersenen bestaan uit 5 belangrijke kwammen. Ten eerste de frontaalkwab. Belangrijk bij mentale functies als beoordelingsvermogen en probleemoplossing. Dan de temporale kwab, die een rol speelt bij zintuigelijke functies. Vervolgens de parietale kwab, belangrijk bij het integreren van zintuigelijke informatie. Ten vierde de occipitale kwab,
verantwoordelijk voor het verwerken van visuele informatie. Ten slotte het cerebellum, verantwoordelijk voor de coördinatie van bewegingen.